Welkom vanaf Sportpark De Maten, waar we verslag gaan doen van de wedstrijd tussen Doskampen en Blauw-Geel uit Ede. Ja, de promovendus Blauw-Geel uit Ede die is de competitie goed begonnen, want zij wonnen op Urk met 0 tegen 1. En vorige week werd er ook gewonnen van FC Meppel. En dat is dus een goed begin voor de promovendus. En Doskampen, voor Doskampen is het de tweede wedstrijd pas van het seizoen. Vorige week zou het aantreden tegen KSC, maar zoals de meeste mensen weten wordt er kunstgras gelegd zowel bij KSC als bij Doskampen. En vandaar dat ook wederom hier de wedstrijd plaatsvindt op het veld van VV Kampen. Ja, Doskampen, zij begonnen hun eerste wedstrijd met een 0-1 nederlaag tegen DOS 37. Toch putte de ploeg wel zelfvertrouwen, want de wedstrijd op zich ging redelijk en er zat misschien zelfs wel een puntje in. Hopelijk kan de ploeg van Janneke Koes ook vanmiddag hier een goed gevolg aan geven. Dat kunnen we zien in de volgende samenvatting. Janneke Koes, trainer van Doskampen, van harte gefeliciteerd met de eerste zege van het seizoen. En ik denk vooral op basis van de tweede helft een zeer verdiende overwinning. Ja, en dankjewel. Dezelfde conclusie hadden wij ook getrokken. Bij rust was het 1-1.
We gaan verdedigend eigenlijk niet zoveel weg. Ze hebben geen kansen gecreëerd. Wij creëerden wel wat kansen, maar ons veldspel was de eerste helft vonden wij niet goed. Wat omzettingen gedaan en ja, toen ging het toch wat beter de tweede helft. En dat resulteerde in toch ja, 5-6 doelrijpe kansen, waarvan er 2 nog in gingen. Ja, vooral die 2 wissels die spraken erg aan, want er kwam veel meer elan in het spel van Dos Campen. En met name Daniel van Warven, die toch wel het verschil heeft gemaakt, denk ik. Ja, vanmiddag tweede helft, ja, er ligt ruimte en hij kiest altijd voor verrassende openingen en diepgang in zijn spel. Nou, en dat was bij deze tegenstander was dat uiterst effectief. Nou, en dat heeft hij goed gebruik van gemaakt. Hij heeft de wedstrijd wel gekanteld. Ja, die wedstrijd ervoor tegen DOS 37 had er misschien ook al wat meer in gezeten. Dus eigenlijk zijn jullie toch, denk ik, wel eerder op de goede weg dan je had gedacht. Kijk, het wordt altijd door het resultaat bepaald. We zijn zelf heel tevreden in de groep ook over het positiespel, over hoe het getraind wordt. Alleen het moet altijd vertaald worden in resultaat. En je zag ook wel, ik denk dat het een beetje ook een oorzaak van was. De druk eigenlijk bij de jongens zelf, die zichzelf opleggen. We moeten nu winnen, want we zijn thuis. En, nou, dan zag je het eerst zelf een beetje onrust. Nou ja, dan op de duur van de wedstrijd verloopt die spanning wel. Nou, en dan zie je dat ze goed kunnen voetballen. Als collectief goed kunnen presteren. Veel inzet hebben, er wordt veel gelopen. Nou, dan ben je uitermate tevreden. En zeg van, nou, als je dat in korte tijd dan met nou, toch veel jonge jongens erbij kunt hebben. Nou, dan zijn, als trainerstaf zijn we daarin tevreden. Veel jonge jongens. Kijk ik toch even verder vooruit. Ja. Als je bijvoorbeeld schorsingen en blessures krijgt, dan wordt het denk ik voor Dos Campen dit seizoen wel wat moeilijker, denk ik, of niet? Ja, dat hou je altijd. We hebben een selectie van 18 jongens. Nou, en inderdaad met een aantal jonge jongens waarvan je weet dat het een beetje met golvende bewegingen gaat. Ja, dan zal het. We moeten zuinig zijn met kaarten. Kijk, vandaag ook geen kaart opgelopen. Dus daar zijn we wel mee bezig dat we daar ook aandacht aan schenken. Dat we met dezelfde groep weinig wisselingen proberen te doen. Ja, over golvende beweging gesproken, dat zie je toch ook af en toe nog wel terug in jullie spel. De constante spel is het dan nog niet, maar dat heeft dan denk ik ook te maken met de jeugdigheid. Ja, dat is een stukje. Ja, je hebt altijd een stuk kwaliteit natuurlijk ook, maar ook jeugdigheid, een aantal die kunnen zich wel wat constanter gaan spelen. Kijk, als je bijvoorbeeld nu Martin Wubs de eerste helft en tweede helft kijkt, nou, dat vinden wij een wereld van verschil. Nou, en dat probeer je. Dat ze wat constanter zijn, niet zo ver meer wegzakken. Alleen dat zal een aantal jaren overheen gaan. Want jongens zijn allemaal nog maar 18, 19 jaar. Nou, en als dat over een jaar of 2, 3 moet dat constant, dat ze minimaal een 6 halen. Nou, en daar zijn we mee bezig. Ja, volgende week uitwedstrijd naar Hieren, ook een promovendus. Dus wie weet valt daar ook alweer de nodige punten te behalen. Dat weet je natuurlijk nooit vooraf. Maar ik denk dat je dan ook wederom met een dosis zelfvertrouwen naar die wedstrijd toe gaat. Ja, dat geeft altijd voor een groep altijd veel vertrouwen. Het doet dat ze zeggen van nou, we hebben de punten echt in de zak. En het is, we hoeven niet meer tegenaan te knokken in de eerste overwinning. Dit voelt goed, het is een bevestiging van hoe we bezig zijn. Nou, en dat moet voor die groep ook een extra push geven. En zeggen van nou, dan gaan we dezelfde voet weer verder. En nog weer scherper trainen en nog weer scherper spelen. Dat we eerder de resultaten in zo'n wedstrijd kunnen maken. Ja, ik wens je dan daarbij ook volgende week ook weer veel succes bij de wedstrijd tegen Hieren. En ik dank je wel voor dit gesprek. Graag gedaan, goed weekend. Oké, dit was het vanaf Sportpark De Maten. De wedstrijd dus die gewonnen werd door Dos Campen tegen Blauw-Geel met 3-1.